Het Cultuurpaleis komt in de plaats van de Dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater. Deze gebouwen staan er sinds 1987. Omdat Den Haag toen nog een artikel 10 gemeente was vanwege grote financiële tekorten... zijn de gebouwen met minimale middelen gebouwd. In 2007 worden beide panden opgelapt, maar groter onderhoud blijkt nodig. In 2009 wordt daarom gekozen voor nieuwbouw. De wedstrijd die wordt uitgeschreven wordt gewonnen door een ontwerp van Neuteling-Riedek-architecten. De kosten van het prestigieuze project bedragen meer dan 200 miljoen euro. Maar door de economische crisis groeit het verzet en wordt in 2011 het gemeenteraadsbesluit uitgesteld. Om de kosten te drukken wordt het ontwerp aangepast. Hierdoor wordt het gebouw geen 66 maar bijna 60 meter hoog. De kosten bedragen nog altijd 181 miljoen euro. In 2012 wijst onderzoek van de Omroep West uit dat een ruime meerderheid tegen de komst is van het Cultuurpaleis. Bijna 80% is tegen. Maar ondanks het verzet stemmen de Haagse collegepartijen op 7 november toch in met de plannen.